Jochie, doe me nou niet gek, man. Hele pijn. Wat, joh. Kijk, Achie. Abi, kijk meteen, maat. Kijk. Oh, jongen, is niet goed. Deze is hard, jongen. Maar je bent een echte vrijheidsstrijder. Kijk, ik ken hem niet uit de kaal, hè. Wat meent je accepteren, vriend? Niet goed, vriend. Jongen. Wat meent je strak? Kom door de strak. Hé, Jochie. Ik heb mijn slippen, jongen. Mijn slippen, die is ook maar. Kijk. Mijn slippen, jongen. Ik moet naar het ziekenhuis, jongen. Ik zweer het. Is niet goed, jongen. Weet je, ik ging lopen met scooter, toch? Ik wou de weg vrijmaken voor een vrouw en een kind in een kinderwagen. Die met mij was. Alles ging goed. Alleen die scooter met die standaard. Die kwam over mijn tenen. En dat is niet goed. Dat is niet goed, broer. Kank. Sorry voor mijn woorden, lieve mensen. Ik had beloofd om niets te zeggen. Spijt me. Oké, jongen. Gie, ik ga jou. Ga jij maar even praten, hè? Even kijken wat je te zeggen hebt. Kom even. Nou, ja, dat is niet goed. Hey, broer! Hé, broer. Dat is goed, jongen. Ik moet even muziek aanzetten voor je een beetje. Ah, wat zeg je, pik? Nee. Luister. Ik hoor je. Weet je, het is kut, ouwe. Zag je meteen? Ik maak geen geintje, hoor. Ik loop even happy de peppy lopen te doen. Maar even serieus, gewoon nu, want dit... Luister, dit gaat weer een heel leuk filmpje worden. Let maar op. Want ik heb me al een jaar stilgehouden, hè. Ik praat nu met jou voor de eerste keer op video, hè. Wij zijn één. Hey. Het is dat je jezelf even wil laten zien. Ik zal gewoon even de bril afdoen. Yo, broer. We gaan ze aanpakken, hè. Of niet? Luister, ze hebben het geprobeerd. Ook bij jou en bij meerdere. En dat ze gewoon dik met 12 man aan mijn deur sturen. Met pistool, dat ze boven komen met een ratenplan. Ja, juist. Hé, Pik, luister, broer. Ja? Jij gaat die meta-gegevens. Ja, jij komt overal achter. Die meta-gegevens, zogenaamde Facebook en alles. Even bekendmaken. Die vieze praktijken waar ze mee bezig zijn. Binnenkort kom ik even bij je op bezoek, hè? Dan gaan we via je uitlopen. Ja, maar luister, je mag nou al komen, hoor. Meteen, jongen. Maar luister, serieus. Ik zei het de vorige keer al dat ik het al had. Nee, alsof jouw hond in mijn tenen hebt gebeten. Nee, maar even serieus. Ja, juist niet. Dan wordt die zogenaamd doodgemaakt, toch? Door de politie.
Ja, toch? Oh, slecht bezig. Nee, hij kijkt in stress Hallo. toe. Kijk, hey, kijk dan. Kom je kijken. Heb je hem? Luister. Oh, weet je nog Ja, een leuke? nou! Luister, ik weet nog een leuke voor je. Nou! Luister. Hey, dit wordt een hele leuke lijf voor je. Ik ga je wat laten zien, hè? Weet je nog dat ik een mes liet zien? Weet je nog bij Chris staan? Nee, laat me. Hé, Nee, geen messen laten zien. let op, hè? Let op. Eens kijken. Dat is die hond daar. Die hond en jij en ik maken iedereen kapot die tegen ons zei. We gaan al die haters op een briefje zetten, maar die hebben we al, net zoals Hugo en Rutte en alles, hè? Toch? Alles. Weet je, ik spreek je sinds kort weer, De William. Kaag. Hé, hey, De Kaag. Waar Max eerlijk, hé, hey, broer. Ik had ook mijn betwijfels over die gekke Max met zijn Jezus Antifa. Ja, maar even serieus, broer. Eerlijk, eerlijk. Die Nee. Kaag mag alles doen. Hey, luister, Ja, en die jongen zit al dagen vast. William, even nu even. Zeg eerlijk. Nee, nu, jij moet tegen mij zeggen. Is oneerlijk dat die jongen vastzit en Kaag mag alles doen. Eerlijk. Ja, maar daar heb je gelijk. Je Vrijheidsstrijd. Wij zijn dit. hebt gelijk in de Van uitspraken. nu. Je hebt gelijk in de uitspraken. Het slaat nergens op. Luister, William, ik weet eentje van die kleine kinderen aanpakt hier. Die zat ik om de hoek. Die zat boven. Luister goed, hè? Een oude man, hè? Van 53. Zat boven een kinderdagverblijf in een oud verzorgingshuis in Amersfoort. Er is zoveel zeik geweest, weggegaan. Is Hey thuis. mensen, Jullie. jullie denken Even hè, luisteren, dat even deze luisteren. jongen fidair is, hè? Deze jongen is juist goed. Is mijn broeder gek. Die auto op zijn achtergrond. Deze jongen was hartstikke ziek. Die geniet net zoals mij. Snap je? Is het eerste moment, ik ben in de maling genomen. Zo'n Oekraïense kankerhoer. Weet je? William, nou ik je nou spreek, en meerdere zien het online. Mijn meisje is hier. Kijk. Hey, alles goed, topper. Nee, maar hey, net zoals Spakenburg en Bunschoten, die oorlog, Ik snap het zo wel, Kozakkenboys. maar William, Wij zijn staan daar boven, toch? even stil, ja? Het is dat je nu spreekt, hè? Wil je ook nog even weten wat het uur, 1,5 uur ervoor gebeurd is? Ik zat er bijna weer in mijn poten. Wat zei je? Ik zat er weer Moment. door mijn poten heen. Ja, hey, jij moet ook rustig aan doen, hè? Niet Superman uithangen. Je vrouwtje gaat voor jou zorgen. Je moet luisteren naar je vrouw, hè? Ja, maar je weet hoe ik ben en hoe ik in mijn leven sta. Je moet luisteren naar je vrouw, hè? Anders kom ik naar je toe, hè, broer? Je Ja, weet, kom dan. hè? Kom Hond is. Hey. Kom maar, ik luister niet. Luisteren, hè? Luisteren naar vrouwtje, hè? Maar Doet William, weet je. Het is dat toevallig dat vandaag weer begon. Althans, weer dat kreeg toevallig na 1,5 maand. niet. Maar. Pik, je bent goed bezig. Jij zit in mijn hart, ook in Utrechtse hart. Je weet, je kent al jouw verhaal, je familie, alles. Hey, luister, William, Wij zijn onze we gaan niet op koetjes, de bunnik hè? zitten. Luister, mijn oom zit al jaren bij jullie op de bunnik zitten. Daarom, Hey, luister, snap je wij zijn daarom? gek. Hey, ik heb hier een Ajax-ziet in huis, Maar hè? dat gaat niet om. Hier, Hé, dat gaat niet om, hè? een Ajax-ziet. Probleem. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dat gaat niet om. Dat is groot weer, dat is groot. Gaat Dat is het groot weer. niet om? Gaat het niet om? Gaat het niet om? Je weet op welke level ik ben. Jij gaat van mij binnenkort. Die Facebook en die Meta, die vieze pedografische kankerzooi en alles, noem maar op. Ga je bekend aan mij maken en die ga ik delen. De hele wereld gaat.